Dit is de tweede staking dit jaar. Waarom is het nodig? Omdat de werkgevers alleen maar wazige afspraken willen maken en niet concreet willen worden als het gaat over het verminderen van de werkdruk die gigantisch is voor de buschauffeurs. Ik begrijp dat er soms 4,5 uur gereden moet worden zonder plaspauze. Nou, we rijden conform de CAO die we nu hebben, die ook door de bonden is goedgekeurd. Het kan wel eens voorkomen dat als de vertraging is dat je inderdaad een chauffeur ervoor kiest om door te blijven rijden. Maar over rijtijden kan gewoon gesproken worden. Dat doen we ook samen met de ondernemingsraad. Dus eigenlijk zegt u dat het de keuze van de chauffeur is om dan die tijd in te halen en de pauze over te slaan? Er zijn chauffeurs die het doen. Maar in de rijtijden zit in principe genoeg pauze conform de afspraken die gemaakt zijn. Het is de eerste keer in 30 jaar dat de werkgever de stakers geen plek op eigen terrein bieden. Er wordt dus buiten de hekken gestaakt. We hebben meerdere stakingen meegemaakt, maar dit fenomeen dat we nu buiten staan, dat is helemaal nieuw voor ons. Dat geeft aan hoe de verhoudingen verscherpen en dat is niet goed. En we vinden het heel jammer dat de werkgevers dit besluit hebben genomen. Staking is nooit fijn, helemaal niet voor onze passagiers. Ik zit liever achter stuur dan hier staan, blauwbekken. De werkgever zet een heleboel op scherp. Dus als het moet gebeuren, moet het gebeuren. En het zij zo. Als de onderhandelingen niet snel doorgang vinden, wordt er opnieuw gestaakt. We gaan estafette stakingen doen. Dat betekent dat we niet meer landelijk gaan staken, maar dat we op de dinsdag en de donderdag in 3 concessies iedere keer gaan staken. En dat betekent dat Twente op 8 mei weer aan de beurt is.